Dank u wel, dames en heren. Ik ga u vertellen dat ik het zo'n ontzettend grote eer vind om bij de grootste lieveling van Nederland te gast te mogen zijn. En ik kwam hem tegen jaren geleden. Ik kreeg zijn allereerste album. Hij zei toen nog u tegen mij. En lieve dames en heren, als er één man is die het verdient om avond aan avond in Ahoy te staan, omdat hij nog steeds dezelfde is als die toen was. Dezelfde man voor zijn fans, dezelfde voor zijn familie en voor zijn vrienden. Dan is dat uw eigen Frans Bauer. Nou, en als u nou even van mij geschrokken bent, van dat country en Weber, omdat u dacht, wat krijgen we nou? Dan hoop ik dat ik u inmiddels gerustgesteld heb. En als ik hier vanavond, want ik zit aan de zijkant, zoveel vreugde en liefde naar Frans toe zie, waaien bijna. En er gebeuren rare dingen in de wereld. Dan zou ik willen dat de hele wereld zoveel vreugde had als dat ik hier vanavond zie. En er is één symbool over de hele wereld die vrede mag brengen. Laten we erop hopen. Een sneeuwwitte vredesduif. Kom sneeuwwitte vrede. Het symbool.